Welkom bij mijn filmpje over mijn nagellakstash. Lara heeft een poosje geleden een nagellakstash filmpje gemaakt. En ik dacht dat het tijd was dat ik mijn nagellakstash ook liet zien. Dus bij deze. Ik heb het in een kastje van de IKEA. Toen pasten de nagellakjes nog allemaal hierin. Het zijn 6 vakjes. Waarin je allemaal nagellakjes kan doen. Maar het is nou te klein geworden. Dus ik moet nog een kastje bij gaan halen. Ik zal even beginnen met het bovenste laadje. Hier zitten de nagellakjes van Essence in. Van glitterlakjes tot limited edition kleurtjes. En hier heb ik nog een aantal van Essence. Glitters. De Crack van Vampire's Love. En ook nog de kleintjes. Dat is Essence. Zo. En in het volgende laadje heb ik een aantal nagelproducten. Niet zo interessant. Doe ik weer even weg. Volgende laadje zitten ook nog wat Essence lakjes. Deze zagen jullie bij Lara. Het was die 50s Girls Reloaded. Die had zij even gehad om te swatchen. Er zitten lakjes van Ico in. Die zijn nu niet meer te verkrijgen. Er zitten wat van Models Own. Die heb ik ook nog geswatcht een poos geleden. Hele mooie glitterkleur. En hier zitten de Surinaamse of de Chinese glitterlakjes. Die ik toen daar heb gehaald. Hele mooie glinster zit erin. En ze blijven vrij goed zitten. En verder heb ik nog wat gouache lakjes hierin. En even kijken. In dit bakje heb ik de P2 lakjes. Die heb ik toen ook in een artikel laten zien. En wat lakjes van de H&M. Wat simpele lakjes, een beetje zonder merk, een beetje cheapy cheapy, zitten hier ook in. Dit merk, Jordana, dat wordt niet in Nederland verkocht, maar dat werd op Curaçao, toen ik daar nog woonde, werd het wel verkocht. En dat was echt mijn nagellakmerk, zeg maar, waarmee ik begon als jong meisje. In Amerika wordt het dus wel verkocht. Dit is ook een Chinees lakje wat ik in Suriname heb gehaald. Het is een heel mooi, ik weet niet hoe je dit type noemt, maar het is een heel mooi lakje. Wat Sephora lakjes. Hele aparte kleurtjes. Wat heb ik nog meer? Wat van NYX. Wat van Kiko. En de flakies. Die zitten er ook in. Even kijken. Dan in het vierde vakje beneden. Heb ik een soort mix en match aan producten in zitten. Een speed dryer. Dus om je nagellak sneller te laten drogen. De lakjes van NYC die in de laatste shoplog zijn geweest. Van OPI een paar kleurtjes. Deze. Een crack, of een shatter heet dat bij hun. Deze. En even kijken. Er zitten nog wat base coats en top coats erin. Hier nog een lakje van Jordana. Een hele mooie rode kleur. Een beetje echt zo'n
hoerenrode kleur op je nagels. Nou, fantastisch. Als je mooie nagels hebt. Ik heb geen mooie nagels, dus ik gebruik hem niet. Een heel mooi lakje van China Glaze. Dit is de Mom's Chiffon. Deze heb ik van Linda van Enchantra gehad. Dan heb ik nog de Natural Nail Strengthener van OPI. En de Express Dry Druppels van Essence. Even kijken. Dit is de nagelriemolie van Heron. De Nail Polish Thinner van P2. Heb ik nog niet geprobeerd. Want mijn lakjes die zijn nog gewoon goed. Dus ik hoef ze ook niet te verdunnen. Dit is de Gel Refill. Ja, een zogenaamde refiller voor je nagels. Ja, ik weet niet zo goed hoe dit werkt. Maar het leek me interessant. Dus daarom heb ik hem gehaald. Ik moet er nog eens een keer even naar kijken. Dan gaan we naar het laatste bakje. Het zijn mijn Catrice lakjes. Even kijken. Er zitten wat van de limited edition collecties. Dit is van de Urban Baroque collectie. En deze is van de Caramel collectie. Ik vond het mooiste lakje uit die collectie. Dus daarom heb ik hem genomen. Ik was toen nog niet echt into de nagellak. Van ja, ik moet alles hebben. Dus koos ik ook echt alleen maar de lakjes die ik het mooist vond. Een van de van Million Styles topcoats, die Flakies. Verder, ja. Iedereen kent Catrice, dus ik ga ze niet allemaal eruit gaan halen. Deze vind ik een hele mooie. In the Bronx. En deze vind ik een hele mooie felle. Die ik straks ga dragen op mijn teennagels als ik op vakantie ben. Raspberry Fields Forever. Ik vind het een mooi kleurtje. Nou, dat waren mijn bakjes. Nou, ik heb hier nog wat lakjes. Deze heb ik uit de kerstcollectie van MAC gekocht. Ik vond ze zo leuk in die bal. En die kleurtjes die spraken me ook heel erg aan. En toen dacht ik, die neem ik gewoon mee. Want stel je voor dat ik toch mijn nagels ooit een keer ga lakken. Het zijn hele mooie kleurtjes. Uit de Iris Apfel collectie heb ik Toko Toucan meegenomen. Cindy heeft hem voor me gehaald in Amsterdam. Die was er als de kippen bij. En die heeft gezorgd dat ik dat dit lakje in mijn bezit kreeg. Dankjewel Cindy. Deze heb ik gehaald uit Londen. Het is de Ultra Pro. Of Nina Ultra Pro. Het is een heel mooi felpaars lakje. Maar hij is ontzettend lelijk op de nagels. Hij breekt als het ware. En je hebt er veel lakjes van nodig om hem te laten dekken. En hij droogt een beetje mat op. En die kleur wordt heel lelijk. Niet mooi. Dit zijn de P2 Crackling. Pearl Crackling nagellakjes van P2 dus. Mijn buurvrouw met de dikke enkels begint te stofzuigen. Je hoort er daarboven. Van LA Colors. Deze heb ik in Suriname gehaald. Ik heb er nog een paar van ergens in mijn spullen. Deze vond ik. Dit is Lightning. Een super fel kleurtje. Die staat ook erg leuk. En dit is Green Tea. Een mintgroen met shimmer, glitter erin. Hij is echt mooi. Verder heb ik nog wat van Revlon. Dat is een mooi kleurtje. Daar gaan de meeste kinderen op het werk. Als ik die meeneem, die willen die ook heel graag op. Terwijl ik het eigenlijk meer een wat volwassen vrouwenkleur vind. En wat van Sally Hansen. Hard as Wraps. Die vind ik goed. Ik heb nog een aantal van Sally Hansen ergens ook liggen. En ik ben wel tevreden over de werking van de producten van Sally Hansen. Voor mijn nagels doen ze het goed. En de Essence Nail Oil. Voor je nagels en voor je nagelriemen. Ik gebruik hem bij de kinderen op het werk. Om mijn nagelriemen wat te versoepelen. Nou, dat was mijn collectie. Oh ja. Ik heb nog de Nicki Minaj
voor OPI minis heb ik gehaald. Daar heb ik ook een artikel over geschreven. Met de swatches ervan. En even kijken. Dan heb ik nog deze van OPI. De start to finish. Die moet ik nog eens een keertje gaan gebruiken. Maar ik heb nog zoveel open. Dus deze wacht mooi tot het de beurt is ervoor. En de Urban Decay. Hoe heet deze collectie ook alweer? Ik weet het niet meer. Nou, deze lakjes moeten ook nog eens een keer maar gebruikt worden. Ik heb ze nog niet gereviewd, maar die komen nog. Nou, dit was mijn collectie dus. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Bye!